Oktober 2023 ben ik met mijn Grand Prix paard Carletto begonnen aan een nieuwe sport, Working Equitation. Binnen een jaar reden we al mee op het hoogste niveau en we kwalificeerden ons zelfs voor het Europees kampioenschap in Tsjechië. Daar reden we tussen de beste 41 masterruiters van Europa. Een enorme eer en een prachtige ervaring. In deze vlog neem ik jullie mee met mijn avontuur in Tsjechië. Heel veel kijkplezier! Nou, voor de reis en voor het EK heb ik Carletto helemaal geschoren. En op de dag voordat we op reis gingen, besloot Jameur om te ontsnappen. Ik had het EK-parcours bij mij thuis uitgezet. En Jameur wilde ook het parcoursje even uitproberen, denk ik. Jameurtje, ga je mee? Kom maar. Goed zo. Ik heb Jameurtje weer teruggezet en ik kom weer verder met het inpakken voor de reis. Het was voor mij heel speciaal om voor Nederland uit te komen. Mijn vader is helaas plotseling overleden in 2021. Hij was een van mijn grootste supporters. En mijn man had de buitenlampen van ons huis had hij met de kleuren van de Nederlandse vlag ingesteld. Ik heb de vlag die mijn vader 30 jaar geleden had gekocht voor ons ouderlijk huis, heb ik op een carrotje vastgemaakt. En deze ging ook mee naar het EK. Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar de eerste aflevering van mijn avontuur op het Europees kampioenschap in Tsjechië. Carletto staat in de vrachtwagen, want we hebben een vrachtwagen gehuurd bij GP Rens van Paard en Zorg. En ze hebben in Boekel gehuurd. We zijn nu al in Duitsland. Hier is Carletto. Hey, Carletto! Lekker aan het eten, hij heeft nog genoeg hooi. Appeltjes zijn al op. Carletto, ventilator aan. Dan gaan we weer verder. We hebben net even een plaspauze gehad. De reis begon met een zonnetje. Maar het weer sloeg om naarmate we Oost-Europa naderden. Er is heel erg noodweer in Tsjechië. Er zijn allemaal overstromingen. We zien het ook al aan het weer. We zijn bijna bij de grens van Duitsland en Tsjechië. Kijk, we gaan er nu overheen. We zijn in Tsjechië. En het weer is echt heel erg slecht. Vanuit Nederland was het EK goed te bereiken. Maar een paar teams uit andere landen hadden wel last van de overstromingen. En voor hun was het wel even spannend of ze het EK konden bereiken. We zijn aangekomen. Destra, ja. L'angolo com'è, me lo vedi? Yeah, va bene qua, non c'è problema. La tua destinazione si trova sulla sinistra. Zijn gearriveerd en is nog helemaal niemand. Kijk, nog een vlaggetje hebben ze opgehangen, heel leuk. Hier is Carletto. Carletto. Oh, hier zie je geen. Oh, zo kan je opdoen. Nou ja, zo grappig. Hier zijn Carletto. Het is wel een beetje donker. Lekker, echt wel een lekkere grote stal. Maar het is drinkpak. Carletto. Nou, gaat lekker drinken nou. Carletto drinkt een beetje raar. Niet dat ik het water niet lekker vind. Wat het is. Hey, is toch een beetje anders, want hier komen nou de Duitsers. Oh nee, ja, de Oostenrijkers. Ja, goed zo. Hier zit hooi ook heel fijn. Nou, Carletto gaat slapen.
We zijn gearriveerd bij het hotel. Het is heel traditioneel, dit hotel. En dit is wel heel handig. Daar ben ik wel blij mee. Het is een handig dingetje. Dit is de badkamer. Kijk. Poederblauwe muren met geel. Ik vind het wel wat hebben. Ik hou niet zo van moderne dingen. Kijk. Hier staat ons vrachtwagentje. Die staat op ons te wachten. En weer heel even een shout-out aan mijn sponsor. Ik heb gedeeltelijk gesponsord. Van GP Renting en Paard en Zorg in Boekel. Daar heb ik dit vrachtwagentje mogen huren. Ze zijn me gedeeltelijk tegemoet gekomen. Dat is echt heel lief. Nou, dit is de parkeerplaats van het hotel. Dit is de Anastasia Scala, je wist dat? Ja. Anastasia. Bij de zaal van het ontbijt van het hotel was ook een papegaai. Dit zijn de koeien, denk ik, die we gaan op zondag gaan drijven. Het EK werd gehouden op de evenementenlocatie Lowe. Dat staat voor We Love Working Equitation in Oberiske. En het werd georganiseerd door Lenka Princova. Nou, Kalitto en ik zijn lekker aan het grazen in de regen. Hierachter zijn allemaal heuvels. Zie je dat? Kijk. Maar het is heel regenachtig, een beetje mistig. Een kabouter weer. Niet gaan rollen, Kalit. We zijn in een Tsjechische supermarkt. Ze hebben ook wat technische opties. Hier, kijk, het is dus in kronen. En dit is dus 23 kronen is 1 euro.
deze is in de Tsjechisch. Streepjes boven de kruiden. Ze hebben best wel lekker. Hummus. Violijf, dit is in Nederland. Ietsje. Nou, gewoon in Engels. Oh, het is heel anders. Het is alleen om in groot. 8 euro. Het is een Tsjechische keeper, zegt mijn man. Vindt het niet. We hebben wortels gekocht bij de Tsjechische supermarkt. Ik ga hem nou naar Carletto brengen en ik ga hem even rijden. Nou, het parcours wordt opgebouwd hier. Een hele mooie berg hierachter. Echt heel mooi. Lekker op Toscane zo. En hier staat een stier. Ook heel leuk. Hele grote. Heel indrukwekkend. Net en ik zijn aan het groen. Groen? Ja. Ik was met Carletto al aangekomen op de zondag en de wedstrijd begon op de woensdag. Dus we hadden een paar dagen de tijd om het terrein te verkennen en even bij te komen van de lange reis. Je plasje doen? Oh, nee? Ja. Hier zien jullie me trainen met Carletto in de binnenbak. En ik ren hier lekker naar voren, een beetje verlichte zit. En Carletto voelde heel goed. Had echt gewoon zin in. Ik had er ook zin in. Dit is de eerste keer dat ik... Dat ik in Tsjechië aan het rijden ben na de reis. En hier zien we dat ik al iets meer ga verzamelen. En working aid-tation, de basis is natuurlijk, dat blijft dressuur. De eerste twee onderdelen zijn ook echt onderdelen dat je wordt beoordeeld op de dressuur. Dus, het is ook belangrijk dat je, kijk hier, ik heb een pijafje, een paar plekken van achter naar voren erbij is. Hier heb ik even een Spaanse pas. En dan krijgt hij nog even een voerbeloning. En dat was onze training. Dit was het einde van deze eerste aflevering. Als jullie deze video leuk vonden, vergeet dan geen duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei doei!